Welkom bij Lucas en Gea in het Artiesten Café, de tv-bar. Even zitten met licht. Nou, dat doet alweer. Zo, dit is de keuken. Hier doen we ook eventueel met videoclips de visagie. Hier zo aan deze tafel. Alles een beetje per hand. En dan zullen we drinken uit de Lucas en Gea mok. Lucas en Gea mok, de bekende mok uit de Nieuwe Pekela. Dus en, dan gaan we hier. Ik loop gewoon achter die aan, want ja. Wie gewoon naar boven zou. We gaan even mijn verdieping hoog. Het lijkt van buiten een beetje een ski-hut, maar het is een bruin café. Waar wij onze artiesten in ontvangen en allerlei dingen doen, zoals repetities. Dit is dus de artiestenbar. Dit is de artiestenbar, ja. Ja. Heeft al een keer weer open in de krant gestaan. Maar daar gaat het hier dus om. Hoi. Dag Gea. Oh. Dat is Gea dus. Nou, we hebben hier een podium. En met een stage block kan vanuit de hoek kan ik het geluid bedienen. Dus uitermate geschikt voor ook voor live optredens van artiesten. Dat hebben we een paar keer gedaan. En een klein feestje. En iets van 50, 60 man kan er wel in. Daar hebben we ruimte voor. En een gezellige bar. Komt uit een café in Mussekanaal. Daar ben ik opgegroeid. Ja, maar dat is hem leuk om dat te wijten. Maar is toch groen gesproken? Ja, oh, dat is ja. Wel nog mooier. Ja. Dit was een echte bar, hè? Ja. Dit was een bar in een café. Ja, ik weet niet hoeveel jongeren die bar er wel in zitten. Maar ik had als knuppel van 16 heb ik ook al regelmatig in deze bar zitten. En zoveel jaren later ging die bar naar kopen. Dus dat vond ik goed. Was hem aardig wel bedoeld? Ik had hem al betoeld eigenlijk, ja. Maar dat ben je weer andere dingen. Hij had hem al betoeld, zegt ja, ook. Ja, het zoveel biertjes hadden we door. Ja, dan deze bar. Dus. Oké, okay, nou het is dus een artiestenbar, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, wordt er optreden, hè? Ja, regelmatig, ja. Dat gratis. En dat aan huis? Aan huis, ja. Privéfeestjes, hè? Privéfeestjes. We werken dus met een aantal artiesten. Met de verzamelalbums Lucas en Gea presenteren. Ik ben er inmiddels al ruim 30. En iedere keer dat we een nieuw album hebben, dan komen we bij elkaar en we zingen wat en we praten wat. En we maken het spul zo ver klaar, zeg maar, dat iedereen zijn materiaal inlevert voor dat album. Dan heb ik alles in één keer en ik kan gelijk met het album beginnen en we hebben nog een gezellige middag ook nog. Okay. Doen we vaak op een zondag of zo. Ja. Hey, blijf met hem staan, ik loop hem rond. Ik kom gewoon weer bij je terug. Ik heb het in zaaien, hè. Nou, podium. Toveltjes, steltjes. En Gea aan de bar. Gea aan de bar. En een nep tapkraan, hè? Dat is een nep, er zit niks in. Want, stel vuur, hij deed het, Lucas. Kijk. Daar had ik een café. En dan moest een tapvergunning hebben. En dat mag, ja, ik, en dat mag hij. Dus ik heb hier geen bier in. Maar ik heb hier waspaar ook. Dus wat dat betreft. Dit ben ik ook nog niet, een overtreding ook nog. Maar het is wel gezellig. Zit Gea hiervoor? Eén maand de bar? Nee, niet zoveel. Nee. Lucas wel. Ik wel, ik ben hier heel veel. Ik kan hier wel een uur nog in zitten. En ik heb mijn gitaartje in de hoek en ik ben hier wel eens aan het brainstormen voor nieuwe nummers. Dan heb ik een idee, ik heb mijn keyboard hier bij de hand en dan opnemen materiaal. En dan, het is hier mooi rustig, hè? Sorry. Als ik wat een ideetje in de kop heb, dan kan ik hier mee ook best terugtrekken. Dus, geen geblaf van de hond. Nee, dat is zo. Even over de lessenstand van zo. Wat down Lucas en Gea nou? Wat die down? Ze zingen nog, maar ze zijn ook bezig met ja, artiestenbegeleiding. Sinds anderhalf jaar ben we ook begonnen met artiestenbegeleiding. En dat kwam zo nog een keer met job zetten. Ik ben een poging aan talentenjaar geweest. En van een komt ander. En ja, inmiddels ben we met een dertigtal artiesten bezig. Even meer inmiddels. En gaat heel mooi. Maar ja, we hebben onder andere Kevin Paré. Daar ben wat zo'n beetje langs mee bezig. En dat gaat gewoon hartstikke goud. En ik hoop dat er nog veel meer van dit is die we gewoon helpen kunnen. Dat is het opzet een beetje. En ik denk ook wel dat het de toekomst door voor ons weggelegd is. Dat we gewoon op een gegeven moment, dat we ons, ja, op een gegeven moment is er voor elk artiest een teruggang zeg maar in het werk. We worden allemaal weer ouder en dan kun je dit soort dingen nog hartstikke leuk doen, vind ik. Ja. Wie gewoon aan de sparo's? Sparen? Of koffie. Geen bier. Geen bier. Maar de tap doet mij. Nee, die is leeg.